zo, dames. We staan hier vlak voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Nieuw-Zeeland. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Hoeveel zin in? Heel erg! Mooi zo. Wat denken jullie? Gaat Nederland winnen? Ja! Met hoeveel, denk jij? 3-1. Jij denkt 3-1. En jij? 5-3. Kelly Jonker, gefeliciteerd met de overwinning. Wat vond je ervan? Ik denk dat we een beetje een wisselende wedstrijd hadden. We hadden momenten dat we heel goed mooi combineerden en echt hun weg speelden. Maar we hadden ook momenten dat we gewoon verslapten en dat het gewoon echt heel rommelig werd. En dat we gewoon de basisdingen niet goed deden, elkaar niet goed inpaasten, de bal niet goed aannamen. Dus ik denk dat het wel echt wel een goed leermoment is dat we moeten leren om een wedstrijd in ieder geval constant te houden. En de piekmomenten zo vaak mogelijk weer terug te krijgen. Maar er is nog wel wat werk aan de winkel, ja. Wat vond je van de entourage hier? Ja, superleuk. Ja, ik verbaas me elke keer weer in Nederland hoeveel mensen er komen opdagen. En ik vind het echt een superleuk concept dat we gewoon op kleinere clubs wedstrijden gaan spelen. Want dan ben je ook wat bereikbaarder voor ook andere gebieden. En op deze manier gaan jullie met een goed gevoel naar Antwerpen, denk ik? Ja, zeker. Ja, zeker. We doen op heel veel vlakken doen we het al heel erg goed, denk ik. Het is een beetje fine-tunen nu en puntjes op de i zetten. En dat gaat helemaal goed komen straks. Voorzitter, de wedstrijd is net afgelopen. Hoe trots en tevreden bent u? Oh, zo heel ontzettend trots. Het is echt een fantastische wedstrijd. Ik heb echt genoten van de ambiance. De sfeer die je echt bij het WK ook had. Die hebben we echt hier weer helemaal terug kunnen krijgen. Het was echt volop genieten. Ja, is het dan een opluchting dat het allemaal zo goed verlopen is? Ja, natuurlijk. Want je bent natuurlijk wekenlang ben je hier qua voorbereiding mee bezig. Vandaag stonden er 180 vrijwilligers die allemaal geïnstrueerd zijn. En dat is wel een opluchting dat alles dan goed verloopt. En ook echt alles. En dat is dan een cadeautje. Slapeloze nachten erover gehad of valt dat wel mee? Nou, dat gaat wel heel ver. Maar het zijn toch wel de lange avondjes geweest om eventjes... de puntjes op de i te zetten, want daar gaat het met name om. De laatste stukjes zijn het belangrijkste, dat alles geregeld is. Heeft u nu zelf dan nog wel van de wedstrijd kunnen genieten? Ik wel, ja. Nou, ik heb het heel mooi, de organisatie, dat waren vijf mensen die in het kernteam zaten. Daar zat ik niet in. Ik heb dan een ceremoniële functie om alle bobo's en mensen zeg maar even een handje te kunnen geven. Dat was prima rol, zeg maar, wat dat betreft. Smaakt dit naar meer? Absoluut. Absoluut. Over 2 jaar bestaat de club 50 jaar. In 67 zijn we opgericht. En dan zou het natuurlijk niks mooier zijn dat je dan weer zo'n mooi feestje mag organiseren. Dan lijkt me dit een perfecte uitnodiging voor een tweede keer zo'n wedstrijd. Absoluut, absoluut. En dat doen we ook graag. We gaan ook gelijk in gesprek met de bond. Want dit willen we natuurlijk, dit smaakt echt naar meer. Het is net maar een begin, denk ik dan. Van wie hebben jullie allemaal handtekening? Weet je wie het waren? Van Joyce, Roek en de andere keeper, maar voor de rest weten we niet echt. We hebben gewoon iedereen een handtekening die langskomt. Ja, op deze. Geven ze allemaal een handtekening? Ja. Hoe vonden jullie de wedstrijd? Zeg je? Hoe vond je de wedstrijd? Leuk. Ik vond het heel erg leuk. Ja. Hebben jullie hard gejuicht? Ja, heel hard. Jullie het nog één keer doen voor de camera dan? Ja. Eén keer juichen hard, heel hard. Nu, 1, 2. Wethouder Gerben van Duin, hoe trots bent u als we achter ons kijken? We zullen maar zeggen, apentrots in ieder geval dat dit plaatsvindt. Op een hele mooie sportpark in het midden van het dorp. Hoe mooier kan je niet hebben. 3000 bezoekers. Ze hadden er wel 5000 ingekund, denk ik. Voor de volgende keer is dat in ieder geval mooi. Maar ja, heel erg trots dat dit hier ligt. En dat we zo'n mooi sportevenement kunnen neerzetten in Noordwijk. Hoe zijn jullie als gemeente benaderd? Eigenlijk zijn we er al heel lang mee bezig. Ik ben al 14 jaar als wethouder sportzaken bezig. Om proberen Noordwijk sporttechnisch op de kaart te zetten. En dat heeft in eerste instantie te maken hoe ga je sportaccommodaties goed upgraden. Nou, dat hebben we gedaan hier in het middengebied. Prachtig zwembad, mooie velden bij de hockey, mooie velden bij de korfbal en bij de tennis. Duinwetering, geweldig mooi complex. En zo zie je het een na het ander toch komen. De KNVB is al een aantal keren geweest te trainen op het Duinwetering complex. En de hockey is ook al een tijd bezig om te kijken hoe kunnen we tophockey ook naar Noordwijk halen. Het Duitse team heeft hier wel eens getraind. Want ja, een mooiere omgeving kan je niet vinden eigenlijk om te trainen. Ik noem het al een beetje Papendal aan zee eigenlijk. Hè? Mooie accommodaties, mooie omgeving, strand, zee, duinen, mooie hotels. Het is een kwestie van verbinden aan elkaar.
En we hadden eigenlijk graag met het WK in Den Haag al een team willen hebben hier. Maar toen zaten we net niet in de goede cirkel om de huisvesting te verzorgen. En nu dan eindelijk wel gelukt. En ik weet zeker dat het heel gevolg krijgt. Ja, dat is een mooi deal. Heren, veel plezier. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.